De brug over de Saramacca-doorsteek wordt over enkele dagen afgesloten voor het verkeer. Het ministerie van Openbare Werken is druk bezig alles in orde te maken, zodat het verkeer toch vlot kan doorstromen. Dit vertelde minister Riad Noor Mohammed gisteren voor de aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De gemeenschap zal de brug een jaar lang niet kunnen gebruiken. Ik heb het alvast doorgegeven om eventuele bypasses die daar zijn, maar dat gebruikt men vaak, in goede staat te brengen. En dat zullen we ook zo doordoen. Er is een klachtennummer voor dit project speciaal. Mensen kunnen al hun klachten doorgeven. Dat leidt tot vergemakkelijking van het comfort voor rijden. Mag men blijven doorgeven, zodat het project kan inspelen op dat soort aanvragen. Voor de rest moeten de twee bruggen het verkeer redelijk goed kunnen afwerken, hoor. Ja. Aan het begin van de week was er enorme filevorming door het uitvallen van een verkeerslicht op de kruising van de Slangenhout en het van het Hogeruitstraat. De ministers zeggen dat alle infrastructuur wordt aangepakt, zodat dergelijke situaties niet hoeven te ontstaan. Ook wanneer de brug niet meer toegankelijk is. De politie zal extra manschappen inzetten om het verkeer te begeleiden.